Ja, ik heb zeker nog geslapen, ja. Ja, ik moest nog wel hokje. Ik wilde eigenlijk eerst vroeg naar bed, maar dat zat er dus niet in. Maar zeker nog wel een paar uurtjes gepakt. Ja, ik doe het met alle liefde natuurlijk. Ik wil het ook echt totaal niet missen. Ik had er natuurlijk liever daar gewoon bij geweest. Ja, en de Olympische Spelen heb ik zeker meegepakt. Ja, Rio, ja, dat was echt geweldig. Dat was zo leuk. Ik had het idee dat je toch wel wat meer in contact staat ook met me. Tenminste, dat ik meer in contact stond met mijn zus. En nu probeer ik me wel echt van tevoren in te beelden van oké, ze gaat nu een bespreking in, zeg maar. En ik ga nu slapen nog eventjes. En dat is gewoon heel raar. Je bent er soort van wel bij, zeg maar, alleen niet fysiek. Dus ja, dat is wel echt heel anders. Ik heb altijd het idee dat wij een soort van kort lijntje hebben, dus dat ik altijd wel een beetje kan voelen wat Maria voelt. En daarbij weet ik ook gewoon hoe Maria erin zit. En ja, ik vind het sowieso spannend. Ik vind elke wedstrijd spannend. Het is gewoon leuk dat je het met elkaar doormaakt, zeg maar. Dat je dus niet in je eentje opstaat midden in de nacht en dat je een beetje naar een beeldscherm aan het kijken bent. Maar wel echt dat je een soort van emoties kan delen. En dat je toch een beetje erover kan praten van ja, hoe vind jij dat het gaat. Dus dat is wel erg leuk. Ja, het is nu 4 uur. Je bent slecht slapen geworden, zie ik. Misschien ook, want het is nog zit in een tweede kwart. Vincent, die is denk ik in slaap gevallen. Ja, het is leuk dat we uiteindelijk ook compleet waren. Na een kwartiertje. Hey! Lekker slapen, hoor. Rustig. Lekker, Fink. Oh. Lekker, schat. Lekker, hoor. Ze gaan sowieso winnen. Toch? Ja! Yes! 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 Nee, scoort Maria? Ik weet het niet. Wat kom? Doet ze ervoor. Doet ze ervoor. Kijk, een mooie variant. Oh, lekker dan. Het is 5-1 geworden. Ja, echt heerlijk. Lekkere revanche van 5 jaar geleden. Koortje van Maat ertussen, dus dat is ook wel mooi. Ja, die slijden er zo in, dus top. Hij zat er zelfs bij het derde kwart van, nou oké, dan kunnen we lekker achteruit hangen. En nu lekker naar bed en uitkijken naar vrijdag.